Dit 40 jaar oude manifold staat op een van de drukste locaties van de Europoort Terminal. Wegens de ouderdom, maar ook omdat Vopak de logistieke mogelijkheden wilde uitbreiden, is besloten het manifold volledig te vernieuwen. Om verschillende redenen is dit project bijzonder. Omdat we hier te maken hebben met zo'n drukke locatie, bestond de grote wens dat het oude manifold gedurende de bouw volledig operationeel zou blijven. Hier is het project dan ook volledig op afgestemd. Hierdoor is de ruimte om te bouwen vrijwel nihil. Het oude manifold moet immers blijven staan tot het nieuwe klaar is en getest. Uiteindelijk is gekozen voor een constructie waarbij een stuk van de tankdijk achter het oude manifold is afgegraven. Vervolgens zijn ijzeren wanden geplaatst waar het nieuwe manifold in geplaatst is. Bouwen op een brownfield locatie die in gebruik is, brengt andere veiligheidsrisico's met zich mee dan anders. En daarom moesten de beheersmaatregelen zeer strak georganiseerd worden. Je werkt immers altijd met product. Ook logistiek is werken onder deze voorwaarden een flinke uitdaging. Dit project is uitgevoerd met zo min mogelijk impact op de klanten. Om deze grote 36 duims leidingen aan en af te kunnen koppelen, is steeds gewerkt met zeer korte stops. Een hele operatie, wanneer je bedenkt dat alleen al tijdens de bouw 8 miljoen ton product door deze leidingen is gestroomd. Het nieuwe manifold is nu zo goed als klaar. En na de testfase zal deze alle taken van het oude manifold overnemen. Ja, dat is in meerdere opzichten een heel speciaal project. We bouwen een hele nieuwe installatie hier, vlak naast de installatie die vol in bedrijf is. Dat was echt onmogelijk geweest om zonder goede samenwerking tussen operations, customer service, projectteam en commercie. You can choose any color you like, as long as it's black.